Hey kijkers van de Kickscamers, zitten jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering. Vandaag gaan wij weer Clash Royale spelen en vandaag ga ik heel veel kistjes met jullie openen. Ik heb naar aanleiding van de allereerste aflevering, waarin ik natuurlijk poepslecht was, wat tips gekregen van de enige echte David. En zoals jullie kunnen zien zijn de rankings, dat zien jullie daar, dat kroontje, die bekers daar, best wel wat gestegen. Laten we beginnen bij de gratis kisten. En, oh, de drie musketeers, nice. En wat kanonnen. Nou, helemaal chill. Ik speel deze game nog steeds op Nederlands, het spijt me ontzettend. Ik moet hem echt op Engels zetten. Ik weet zeker dat er nu mensen zitten te kijken die denken, oh my god. De kobolden is natuurlijk de goblins. Here we go. We gaan de eerste silver chest openen. En daar zit natuurlijk wat goud in. En een mini P.E.K.K.A. En de Royal Giant. Hartstikke fijn. Dan gaan we naar de gouden kist. Tot nu toe heb ik nog niet echt heel veel episch gezien. Ik had er meer van verwacht en gehoopt. Maar het kan nog steeds. Er kan gewoon heel random een super vette kaart hierin zitten. Nou, de Elixir Collector. Hartstikke leuk. De Hawk Rider. De Skeletons. De Cannon. En de Wizard. Ja, juist. Freeze zit erin. Hier zaten nog twee gratis kisten. Why not? De Freeze zit erin. Misschien moeten we hem dan toch gaan gebruiken als de Freeze toch de kaart is. Ja, hè? Maar, The Dark Prince. Als jullie deze kaarten zien en zeggen, oh my god, Kevin, you have to do this. Gebruik hem. Laat het dan zeker weten. Maar voor nu, er komen nog twee epic kaarten aan. Ik ben zeer benieuwd. Here we go. Lightning! Grease and Lightning! De Valkyrie, de Hawk Rider, de Fireball, de Wizard, de Poison, de Tornado, de Baby Dragon en de Skeleton Army. Nou, jullie hebben vorige keer al een beetje gezien wat voor kaart ik nog meer had. Er zijn een aantal kaarten die ik kan upgraden. Ik heb één legendary kaart, die Ice Wizard. Ik vind hem niet zo heel goed. We hebben nu dus ook deze guy erbij, maar ik heb in ieder geval deze deck aangehouden. En dat is best wel goed gegaan. Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon proberen, weer net als vorige keer, drie potjes. En als ik ze alle drie verlies, dan spijt het me alvast. Maar we gaan natuurlijk proberen om lekker diep in die 2200 te duiken. En gewoon 9 kronen te halen. In drie potjes. Here we go. Battle. We hebben nog niet de Valkyrie. Dus wat ik ga doen, ik ga de Witch hier achter zetten. Ja, doe maar hier. Want hier gaat ook van alles lopen. Ik wacht nog heel even. En dan ga ik denk ik... ja, mijn Baby Dragon er ook maar achter gooien. Er moet gewoon wat damage gedaan worden hier. En ja, die Wizard die gaat natuurlijk mijn skeletjes en zo kapot maken. We hebben hier de Poison en de Hawk Rider. We hebben 7 dingetjes, dus dat is goed, want dan kan ik deze plek gooien. Als hij een Skeleton Army heeft, dan sterven die nu. Nou, heeft hij niet. Maar als hij die had ingezet, dan had het in ieder geval vrij weinig gedaan. Nu zie ik dat hij ondertussen hier is. Ik moet natuurlijk wel blijven opletten. Ik ben niet helemaal goed bezig nu. Ik moet blijven opletten! En dit is de reden waarom. Oh, sorry guys. Ik ben zo slecht bezig. Oh my god. We blijven natuurlijk de Hawk Rider hier nog een keer gooien. We hebben namelijk de Poison, die is ook weer oké. Okay. Nee! Oh my fucking god. Speel dit niet op je PC. We moeten gaan pushen. Allereerst gooi ik gewoon hier zo mijn Fireball, denk ik, op alle drie die dingen. En dan doet het wellicht wat damage. Juist, het doet zeker wat damage. Wij gaan onze Valkyrie hier gooien. En we gaan onze Hawk Rider de andere kant op gooien. Met zodra dit 7 elixir is. Want dan ga ik natuurlijk die poison er dit keer wel goed achtergooien. Juist. Kom maar door met je Skeleton Army. En die sterft direct. Hartstikke goed. Wij gooien onze Skeleton Army om deze te killen. En we gooien hier zo'n Fireball om die Witch te killen. En dat gaat op zich redelijk. We moeten natuurlijk wel onze Valkyrie inzetten om dit te redden. En we gaan onze tornado gebruiken om deze troep een beetje weg te halen. En dan hebben we nog 30 seconden. En dan moeten we natuurlijk wel even onze Baby Dragon erbij halen. Want anders gaan we hartstikke dood. We gaan hartstikke dood. Die tower gaat neer. God damn it. Met 18 seconden te gaan. Oké, we gooien gewoon onze Hawk Rider hier neer. Wellicht dat hij nog iets aan damage kan doen. We gooien onze Poison erbij. Misschien in 10 seconden dat de Fireball ook nog aardig wat kan uithalen daar. Ah, 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 ah.
Ja, dat is jammer. Laten we hopen. Ik ben zoveel gestegen afgelopen dagen, hè, met die nieuwe deck en die nieuwe tactiek. Dan ga je me toch niet vertellen dat ik nu eindelijk weer eens een opname ga gooien en dat het dan weer allemaal poep is. Dat ga je me gewoon niet vertellen. Iedereen heeft dit ding. Ik haat het. We gaan hier onze Hawkrider neergooien. We gooien onze poison erachteraan. Level 3 poison. Kom maar door. Nou, die gunstelingen zijn al neer. De poison doet nog wat damage. We gooien onze skeleton army hier neer om alvast dit ding te slopen voordat hij ons bereikt. Dit is denk ik al iets beter dan hoe we er net gestart waren. Maar dit is natuurlijk niet zo heel erg fijn. Ik haat de firehounds, of hoe je die dingen ook maar mag noemen in het Engels, want ik heb het altijd Nederlands gespeeld. Ik denk wel dat we het enigszins kunnen slopen. Ik blijf ook hier zo gewoon mijn Valkyrie langs die kant gooien. Dus dat. En ik denk zomaar dat we even een fireball moeten gooien erop. Want dit is natuurlijk niet helemaal chill. Of het gaat op tijd kapot. Het gaat op zich op tijd kapot. Dat betekent dat wij onze Hawkrider weer hier zo gaan gooien. Here we go. We krijgen de poison gelijk als het goed is. Die kunnen we gewoon lekker hier neergooien. Here we go. Oh, de mortar die sloopt ons wel een beetje. Maar we kunnen aardig wat damage dealen. Dus dat is fijn. We hebben aardig wat damage gedaan. Ik gooi mijn fireball op de mortar. Ik hoop dat die dan gesloopt is. Nog niet helemaal. Dat betekent dat we eigenlijk nog wel wat damage moeten doen. Ik ga denk ik... Oh, hij is weg. Nice. Ik ga mijn baby draakje achtergooien. Die vliegt langzaam vooruit. Dan gooi ik mijn skeleton army erbij zodra het draakje in de buurt is. Of ik gooi mijn... Ja, nee, ik gooi deze erbij. Ik gooi deze erbij. Oh, die gaat... Ah! Dat was heel dom. Ik had beter mijn dingetje daar neergegooid. Maar goed. Wat is wijsheid, wat is wijsheid, wat is wijsheid? Ik denk dat het wijsheid is om onze witch hier neer te gooien. En om onze Hawkrider te blijven inzetten aan deze kant. Met de poison. Met de poison, yes. En we gooien deze neer. Barbaatjes! Juist, oké. Nou, dit is op zich fijn. Zodra die mortar even damage blijft doen op deze kant. En niet zozeer onze tower gaat aanvallen. Onze tower die moet natuurlijk wel eventjes overleven. Al deze troepjes. Ah shit. Waarom ben ik zo slecht bezig? Ik snap het niet. Jullie waarschijnlijk wel. Maar goed. Ik heb er heel eventjes moeite mee. Ik ga deze nu neergooien. De poison erbij. Juist. En blijven gaan alsjeblieft. En blijven gaan alsjeblieft. Het gaat een sudden deathje worden. En daar, dat haat ik persoonlijk. Dit wordt niks jongens. Ik ga weer helemaal gesloopt worden. Ik ga wederom helemaal gesloopt worden. Door die fucking gunstelingen. Door die fucking gunstelingen. Ga ik weer... Nee! Het is gewoon kapot schamen. Ik doe nog één potje. En wie weet ben ik dan wel teruggezakt naar diep in de 2100. In plaats van diep in de 2200 gestegen. Maar ik heb nog steeds hoop dat dit iets gaat worden. Ja. Let op. Zeker opletten nu hoor. Ja, we doen wel even een... Haha. Good luck. Haha. Nee. Goed, we gooien de witch achteraan. Een Valkyrie en een witch. Ik hou ervan. Oh, en een prinsje. Nou, daar houden we dan weer wat minder van natuurlijk. Ik wil eigenlijk dan die babydraak inzetten. En zo meteen mijn skeleton army. De skeleton army zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Zodat juist... Goed zo. We hebben daar nog 1000 health over. Die tower is down. Ze gaan daar de gunstelingetjes gooien. Dan gaan wij natuurlijk even met de tornado's terughalen. De skeletons die gaan gewoon allemaal neer. De gunstelingen ook zo goed als. En dan gaan wij onze onze Hawkriders er meteen neergooien op die tweede toren. Dat gaan we zo direct doen. Magic. Zodra deze natuurlijk neer is. Want dit is zo'n vervelende unit. Goed, we hebben de... En dan gooien we... Jongens, wil je alsjeblieft ophouden? Ik wil aanvallen. Ik zou zo graag aanvallen, jongens. Goed.
Krijg ik dan nu misschien de kans om een aanval op te zetten? Het zou zo fijn zijn. Here we go. Ik zet er deze in. Ik sleep deze alvast naar hier. Ik weet niet of die iets heeft om in te zetten, maar we proberen gewoon even wat damage te doen. Hartstikke goed. Toch weer 900 health eraf. We gooien onze babydraak neer. Die gaat ook nog wel wat 400 damage pakken, denk ik. Of hij gooit de gunstelingen neer. Oei, dat is een andere unit. Geen probleem. Die houden we hier wel tegen. Die houden we hier wel tegen. We gooien onze fireball erbij. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij nog veel beter. Dit wordt eindelijk eens een potje die we wellicht kunnen winnen. Zo. Witch. Maar het duurt het allemaal zo lang. Die misclicks en zo. Het is echt irritant aan het worden nu. Wegwezen. Hup. Oprotten. Nee, jij ook. Met je fucking prins. Wegwezen. Ik heb deze nodig. Juist. Poison erbij. Ja joh. Lekker gaan. Met die banaan. Ja hoor. Boom. Hartstikke goed. Hartstikke fijn. Nou, deze die gaat natuurlijk heel eventjes aan de kant. Want die damage hebben we ook niet nodig. Nee, dit hebben we ook niet nodig. Wegwezen. Zo. Haha! Haha! Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Als jullie nou zoiets hebben van... Kevin, je bent wel iets beter geworden dan de vorige keer. Je hebt nu één potje gewonnen in plaats van drie verloren. Maar ik zou toch echt een andere deck kiezen. Namelijk... Laat het me dan heel eventjes weten natuurlijk. En laat het me ook zeker heel even weten welke kanalen ik moet kijken om wat Clash Royale tips te krijgen. Want op dit moment kan ik die nog wel een beetje gebruiken. Mensen, nogmaals bedankt. Drop je like als je het leuk vond. En hopelijk tot de volgende keer maar weer.